Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Mijn naam is Isabella. Ik ben vandaag bezig werken. Ik ben bezig sporten. Wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, sushi gegeten, want dat werd echt tijd. Ik heb echt zo lang al geen sushi op en dat was echt gewoon, daar had ik echt gewoon even zin in. Ik ga zo meteen even wandelen en dan... Ik heb een probleem met mijn make-up de laatste tijd. Mijn huid is zo bar slecht gewoon. Ik ga vandaag verder niet zoveel meer doen. Ik heb ochtenddienst. Ik heb morgen een verjaardagsfeestje van mijn buurmeisje. Echt super leuk. Die wordt 18, dus dat is echt helemaal leuk. Dus echt, sorry, maar ik vind het echt leuk om te doen. Ik ga nu echt even mijn make-up kwasten schoonmaken. En dan laat ik zo even weten wat ik dan ga doen. Nu de verjaardagskaart aanmaken voor mijn buurmeisje. Kijk. Dit is toch leuk? Allemaal kusjes. We beginnen met het eerste shotje van de dag. Ik wil heel graag deze cargo broek aan, maar het probleem is, er zit hier een streep dat er dus niet meer uitgaat. Dus ik ga het nu proberen te fixen. En anders dan, ja, dan moet ik maar iets anders gaan verzinnen. Ik ben inmiddels klaargemaakt. Ik heb mijn make-up gedaan, mijn haar gedaan. En het is nog een beetje vet door de olie die ik heb ingesmeerd, maar dat komt nogal goed. Ik zit aan de wijn, want het is natuurlijk... Ik ga even live op Insta, maar toen dacht ik, nee toch niet, want ik ben er toch nog iets te verlegen voor vandaag. Jason is eindelijk ook gearriveerd. Jason gaat onverwachts mee. Cheryl is ook gearriveerd. Cheryl op curtain bangs geknipt, maar ze vindt het niet mooi. Ja, ik vind het wel leuk, maar anders. God, god, god. Nou, kijk eens aan. Dus, we hebben het best wel gezellig gehad. Ik ben nu bij Jason. Ik slaap bij Jason. Ik heb mijn haar even vastgehaald, want ik werd helemaal gek van mijn haar. Maar het is echt super gezellig. En ja, we gaan zo lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Oké, we gaan even boodschappen doen. En daarna gaan we eventjes... Wat? Auw! Kom maar. Kom maar. Kom dan. Kom dan. Pannenkoek. 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 Lekker boodschap doen op de badslippers. We zijn net even bij Netto geweest. En Jason is nu ook vervelend aan het doen. Nu ben ik het echt zat. Nee. Nu. Ja. Hey, hallo, hallo. Zit je lekker in de zon? Oh god, wat doe je nou? Wat doe je? Wil je lekker rollen? Ik hoop dat we nog in de tuin kunnen zitten, want het is echt lekker weer. En ik heb me echt al 3 keer verkleed, want ik weet dus niet wat ik aan moet. Moet ik een jurkje aan? Nou, dan zit ik weer met mijn benen, want ik vind mijn benen gewoon heel wit en dat vind ik niet mooi. Nou, doe ik een broek aan, dan zweet ik mijn reet eruit, dus... Dat heb ook geen zin. Voordat ik de hapjes klaarmaak, doe ik altijd eerst even mijn handen wassen. Want ja, dat is gewoon schoon. En aangezien ik net nagels op heb, vind ik het niet echt fris als je vieze dingen onder je nagels hebt of zo. Dus ik doe dat altijd eventjes. En ja. Dus een borrelplankje. Ik wou dus een borrelplankje bestellen. Hè? En nu kwam ik er dus achter dat mijn vader nog een borrelplankje had. Dus... Die heb ik meegenomen en hij is best wel groot. Hij ligt hier. Het is een borrelplankje en het is echt super chill, want je kan letterlijk echt alles kwijt. En het is gewoon een fijne borrelplank en hij heeft dit, dus ik kan zo... Okay. Ik dacht dat hij eet dat, hè? Ja. Oké, ik ben nu even bezig met komkommers snijden en daarna ga ik even hapjes maken met ham en
serrano ham en meloen. Zo. Het is echt super lekker weer. Dus ik wil een beetje opschieten. Want ik wil naar de voetbal. Dus ja. En ham en meloen. Nou, ik ben echt... Ik doe altijd zulke meloen kopen. Want weet je wat het is? Als ik dan zo'n hele meloen ga kopen. Ik kan dat echt niet snijden. Ik weet niet hoe en wat. Maar ik kan dat gewoon echt niet snijden. Dat is gewoon een half slagveld. Weet je wat. Dus ik doe het gewoon lekker met deze meloen. Ik vind het prima. Ja. Hoe ga ik dit netjes maken? Ja, jongens. Nou, heel netjes. Prachtig. Jason zeurt dus altijd dat je in een restaurant dus te veel meloen hebt. Dat hij meer ham wil. Dus dan doe ik het lekker zo. Dan heeft hij genoeg. Oh mijn god jongens, er zit een fucking wesp in huis. Oh, Rocky, niet doen! Rocky heeft dus een wesp doorgeslikt. Denk ik. Want ik zie hem vliegen en Rocky ging keihard achteraan. Kijk eens. Rocky, kom hier. Die wesp. Ik weet nou niet wat ik moet gaan doen, want hij heeft nou al doorgereden. Even mijn handen wassen, want ik heb natuurlijk met Rocky in zijn mond gezeten. Maar ik weet dus niet wat je dus moet doen als een hond een wesp door hebt geslikt. Ja, kijk. Ik hou het even in de gaten. Ik ga even zo even googlen, even kijken wat hij... Er moet ook altijd wat gebeuren als Jason weg is, hè, met Rocky. Echt waar. Dat mag niet, hè? Ik ben klaar met mijn make-up. Ik heb Rocky inmiddels in de gaten gehouden, maar hij heeft niks geks gedaan, dus ik weet het niet. Het zal wel. Maar ik ga nu even alles opruimen en dan ga ik richting de voetbal. Voetbal is inmiddels alweer bijna afgelopen, maar ja, ik geef toch niet zoveel om voetbal, dus ja, het is niet heel erg voor mij. Ik ga eigenlijk nog wel even mijn leren... Het leren Colbert kunnen pakken. Want die had ik er net zo goed gewoon overheen kunnen doen. Maar, want dit is echt gewoon. Ik weet niet. Volgens mij is de zon ook weg. Maar het is altijd als ik naar buiten ga, namelijk. Oh, maar het is nog wel warm. Dus... Rokje. Ik wou net zeggen dat hij schattig was. Maar hij is nog steeds schattig. Rokkie. Alleen ik kan niet met hem wandelen, want hij is echt heel erg sterk. En ja, Jason is er niet, dus heb ik hem even in de tuin gelaten. Rocky! Maar ik moet eigenlijk gaan. Even licht uit, deur is dicht, Rocky zit daar. Dus ja, ik ga naar de voetbal nu echt. En dan zie ik jullie straks weer. Ja, lekker peukje onderweg, heerlijk. Oeh. Jason, wat vind jij ervan? Ja, vast even eten bestellen anders voor ons. Wat wil je hebben? Een frietje mayo ui. Eén, twee, drie, eten. En hoe jij je? Ja?